Het sportieve geluid van je radio. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sport in jouw radio. Supporter van de wijk, ik zou zeggen, stel je even voor. Hallo, ik ben Hugo Lampen en ik ben clown van beroep. Je bent clown van beroep en je bent ADO Den Haag fan. Ja, leuke combinatie, hè? Het is lachen allebei. Allebei is lachen, dus je vindt ADO Den Haag vind je wel gezellig, leuk en heb je ook altijd wel lol? Nou, ik zit op vak D, zeg maar onder het grote spandoek en daar zit dan maar gewoon een hele gezellige club. Leuk groepje, ja. Dus dat is altijd wel gezellig daar, vak D. Hoe vind je dit seizoen gaan? Ja, als je het vergelijkt met het vorige seizoen, gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Want we staan nu op een redelijke 9e plek. Terwijl we vorig seizoen toch wel weer echt iets, de struik in onze reet hadden, omdat we zo laag stonden. Jij zegt het gaat best wel vrij goed, maar we hebben natuurlijk heel veel wedstrijden verloren. Ben je daar niet een beetje bang voor dan? Nee, maar we hebben ook heel veel wedstrijden gewonnen. En ik ben een optimist. Dus nee, ik ben er niet bang voor. Je bent niet bang voor de verliespartijen? Je hebt zoiets van, dat komt allemaal wel goed? Ik ben een optimist, hè? Dat moet goed komen. Hoe vind je Petrovic? Ja, hij krijgt bij mij de voordeel van de twijfel. Ja. Hoe bedoel je de voordeel van de twijfel? Ja, in het begin was iedereen toen laaiend enthousiast en liep heerlijk met hem weg. En nu gaat iedereen toch een beetje morren naar hem. Maar ik denk van, ja weet je, het kan even tegenzitten. En ik denk wel dat hij het redt. Jij zegt, je bent een optimist. Je geeft hem de voordeel van de twijfel. Dus eigenlijk spreek je jezelf een beetje tegen nu. Ja, zo'n beetje, ja. Ja, maar ja, daar ben je ook clown voor, hè? Ja, dat kan natuurlijk. Er lopen een hele hoop buitenlandse spelers bij ADO Den Haag rond tegenwoordig. De spelers die elkaar niet kunnen verstaan, want er loopt een Argentijn tussen, die verstaat helemaal niemand. Hoe kijk je daar tegenaan? Een goed trainer kan met gebaren en met lichaamstaal, kan hij precies uitleggen wat hij wil. En ik denk dat vooral voetbal toch een universele taal is. Iedereen schopt tegen dezelfde bal aan. En ik denk dat een goed voetballer verstaat elk woord wat hij niet verstaat, kan hij verstaan. Waar denk je dat wij gaan eindigen met ADO? Ik denk zelfs nog 1 of 2 plekjes stijgen. Maar het wordt wel een goede middenmotor. Heb jij nog een favoriete speler lopen bij ADO Den Haag? Ja, en eigenlijk klinkt dat heel raar, maar dat is Dennis van der Heijden. Ik vind dat een waanzinnig talent. En ik vind dat de jongen het heel goed professioneel doet, zoals hij daar op de bank zit en mag invallen. En dat is, zo lopen er maar weinig rond in Nederland. Hij komt uit je eigen jeugd, hè? Hij komt uit eigen jeugd, daar zijn we erg trots op. En ik hoorde laatst dat hij in het Nederlandse elftal onder 19 4 keer heeft gescoord in 1 wedstrijd. Dan denk ik van, dan heb je echt talent als je dat voor elkaar krijgt. Ben jij wel eens op de aftrap wezen kijken? Nee, want ik moet werken overdag. Op zaterdag bedoel ik, hè? Nee, daar ben ik nooit wezen kijken. Nee, want dan moet ik ook soms werken als clown. Dus dan heb ik het heel druk. Hey, wil jij Dennis misschien een vraag stellen? Ja, nou eigenlijk van die 4 doelpunten die hij gemaakt heeft, is mijn vraag van, joh, je zit daar op die bank. Hoe jeukt het bij je? Om eigenlijk vanaf het begin te mogen spelen. Dat is mijn vraag van jou. Hoe jeukt het bij je? Nou ja, het jeukt natuurlijk ontzettend. En dan zeker, dan is de Interlandweek geweest, heb je 4 keer gescoord. En dan is de eerste volgende wedstrijd thuis tegen Ajax. En dan is het natuurlijk ook een wedstrijd die je wilt spelen. Ik wil sowieso graag een keer in de baas spelen. En dan aanstaande zaterdag of zondag tegen Ajax is dat natuurlijk een hele mooie wedstrijd. Maar we zien het wel, we wachten af. Maar inderdaad, het zit erg te jeuken. En ik heb er heel veel zin in om een keer vanaf het begin te starten. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sport in jouw radio.